Oké, vandaag doen we echt iets totaal anders wat ik normaal doe. Want wat ik namelijk ga doen is reageren op mijn eerste Brawl Stars video's. Niet alleen op mijn eerste, maar ook op wat video's die daarna komen. In ieder geval, ik heb gewoon al mijn eerste potjes in de verschillende game mode opgezocht. Edelstenengraai, Knokbal, volgens mij Overval heb ik ook. Ik heb Solo Showdown. En sommige game modes waren ook zo anders. Bijvoorbeeld Knokbal. Ik denk dat de meesten van jullie niet eens weten hoe Knokbal er toen uitzag. Dat is echt compleet anders. Maar daar gaan we dus naar kijken. En het is best wel leuk. En het is ook best wel leuk om te zien hoe slecht ik toen was. Oh, dat slaat echt helemaal nergens op. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 10.000 likes zou echt heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Dit is trouwens wel een eenmalige video. Ik ga niet meer van die reactievideo's maken. Ik dacht, voor één keer is het leuk. En ook niet veel vaker. Want anders krijg je de hele tijd dezelfde soort reactievideo. Dat is ook niet zoveel aan. En dit was trouwens een idee van de brawler van mijn club. Dikke shout-out naar jou. Weet je, ik vond het best wel een goed idee. Dus daarom doe ik dit nu. Maar laten we maar beginnen. En dan beginnen we met mijn allereerste potje Brawl Stars ooit. Dit was dus Edelstenengraai. Wat natuurlijk logisch is. Want als je het spel opstart, moet je eerst even de training voltooien. En dit was mijn eerste potje na de training. Waarschijnlijk speel je dan nog wel tegen bots. Maar dan kan je in ieder geval een beetje zien of ik het spel een beetje begrijp of niet. En zoals jullie zien, begrijp ik het nog niet heel erg. Want ik zet mijn super in met Shelly op een mega grote afstand. Dat is echt super dom. Maar uiteindelijk zijn die tegenstanders zo slecht dat het niet heel veel uitmaakt dat je niet heel goed speelt. Maar als je oplet hoe ik zeg maar met Shelly schiet, is gewoon de hele tijd op afstand. En volgens mij, in het begin van zeg maar Brawl Stars, had ik niet door dat je kon auto-aimen. Ik zat alleen maar te richten. Waardoor het natuurlijk veel moeilijker was om iemand te raken. En dat is wat je hier ook ziet. Met Shelly kan je eigenlijk heel makkelijk auto-aimen. Maar ik richtte alles. En dat zie je zo meteen ook met andere knokkers. Het is zo slecht hoe ik af en toe speel. Oh, dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is ook wel weer grappig om te zien natuurlijk. Jullie zien trouwens de hele tijd nu aan de zijkant van het scherm, zien jullie mij zitten. En jullie zien mij daar ook in de hoek. Maar dat kon ik helaas niet uitmonteren. Ik heb het geluid er wel onderweg gehaald. Want anders hoorde je mij 2 keer. En dat was helemaal onhandig. Dus op deze manier doe ik het dan. Maar dan zien jullie mij 2 keer. In plaats 1 keer. Maar dit potje Edelstenengraai hebben we dus gewonnen. Wat eigenlijk ook wel logisch was. Want we spelen hier tegen bots nog niet al te goed. Maar dit was dus mijn eerste potje Brawl Stars. Wel gewonnen, wel gewonnen. Maar als je dit potje zou verliezen, dan ben je ook wel heel slecht. Ook al ben je een beginner. Maar kijk, hier was ik al iets verder. Toen had ik 143 trofee. En toen had ik voor het eerst Solo Showdown vrijgespeeld. Dus dit was mijn allereerste potje Solo Showdown. En ik vond op de een of andere manier Barley toen een goed idee om te gebruiken in Solo Showdown. Nou, kan ik me wel voorstellen dat het in deze map wel goed is. Want dit is gewoon een goede map om Barley te gebruiken. Het enige probleem is dat ik niet heel tactisch met hem speel. Ik had al wat fragmenten gezien van tevoren. En ik dacht, wow, yo, hier zou je normaal gesproken echt dood zijn gezogen. Bijvoorbeeld hier. Ik ren gewoon op een Colt af als Barley zijn. En daarna ren ik wel weer weg. Maar echt normaal gesproken zou hier keihard zijn neergeknald. Het is dat dit bots zijn. Trouwens, verderop in de video, als ik iets hoger zit qua trofeeën, dan kom ik wel tegen echte spelers. En dan zie je ook meteen dat ik gewoon best wel hard word afgemaakt. Maar wel een ziek OP dat ik gewoon met Barley hier gewoon nog best wel wat kills maak. Volgens mij was dit al kill nummer 3 of 4 of zo. Dat is best wel ziek. En wat ik ook doe, is gewoon hier, midden in de bosjes, met Barley een doosje gaan openen en dan pakken. En er loopt gewoon een boom. Hoe dan? Hoe dan? En ik overleef het ook nog gewoon. Ik ga gewoon in de bosjes lopen met Barley. Uiteindelijk weet ik die boom wel te pakken. Dus dat is wel nice. Ik heb bijna alle kills gemaakt in het potje tot nu toe. En daar liep nog echt iemand. Ja, dan loopt gewoon Shelly is dat volgens mij. En ik loop er gewoon rond. Ik kill hem uiteindelijk wel. En dan is het vervolgens showdown. Bizar, bizar dat ik dit heb overleefd. Natuurlijk misschien ook wel beginnersgeluk. En ja, wat het allerbelangrijkste is dat de tegenstanders nog niet altijd goed waren. Maar wel geniaal dat ik dit potje met Barley toch heb gewonnen in Solo Showdown. Dat is toch echt insane. Nou, en dan gaan we weer iets verder in de tijd. En nu had ik Overval vrijgespeeld. Ik weet niet bij hoeveel trofeeën die kon vrijspelen. Maar in ieder geval, die had ik toen vrijgespeeld. En dit was dus mijn allereerste potje Overval. En eigenlijk best wel goed dat ik voor Barley ging. Ik had waarschijnlijk helemaal geen idee welke knok hier voor geschikt was. Maar ik dacht, nou, ik ga gewoon met Barley spelen. Want die vond ik toen chill. En ik denk dat dat helemaal geen fout idee was. Trouwens, Poco. Je ziet Poco daar rechts lopen. Dat is een teammate van mij. Die ziet er zo anders uit dan hoe die er nu uitziet. Dat ga je trouwens nog meer zien. Vooral Rico. Rico was een totaal andere knokker. Maar dat zie je zo meteen. Ik had volgens mij helemaal geen idee dat ik hits moet doen op die kluis. En nu kreeg ik het pas door. Ik had net ook best wel wat hits kunnen doen. Ik zet me super in. aan de zijkant waar gewoon wat tegenstanders lopen. Ik mis bijna alles. Ik had het zoveel beter op die kluis kunnen inzetten. Maar ja, wist ik veel toen de tijd. Ik zat gewoon lekker te spelen en wist ik wel dat je dat op de kluis moest inzetten. En je ziet trouwens ook die hits van Barley. Die zien er volgens mij ook anders uit. Je hebt hier een soort van zwart gat met vuur of zo krijg je als je iemand hit. Volgens mij als je iemand hit krijg je zo'n zwart gat met vuur. In ieder geval, of dat is alleen met je super dan. Ja oké, nu krijg je het niet te zien. Met je super zo meteen wel. Heb ik mijn super weer bijna? Ja, ik wil het eigenlijk eventjes laten zien aan jullie. Oké, ja, ik krijg het een beetje door. Ja, zie je dat? Je hebt een soort van zwart gat met allemaal vlammen. Volgens mij is dat ook veranderd. Maar kijk, dit begon er al meer op te lijken. Ik begon het al een beetje door te krijgen. Maar hier had ik bijvoorbeeld ook veel beter gewoon hits kunnen doen op hun kluis. In plaats de hele tijd op hun. Waarom doe je dat niet? Ja, nou ja. Oh, dit is echt zo slecht, dit is zo slecht. Ik zal even iets vooruit spoelen. En hier duurde het potje nog 15 seconden. En toen heb ik het uiteindelijk alsnog afgemaakt. Het had zoveel sneller gekund. En onze tegenstanders hadden geen één hit gedaan. Noppes, helemaal niks. Dat is toch echt bizar. Maar vervolgens had ik mijn Bow's Army Club opgericht. Dit waren de eerste beelden van de Bow's Army. Ik had toen 166 trofeeën. Ondertussen heb ik er 24.000. Dus dat is echt een mega groot verschil. Maar toch wel grappig om te zien dat ik toen de Bow's Army had opgericht. Vervolgens deed ik gewoon nog een potje Solo Showdown met Barley. En volgens mij moesten we nu al tegen echte mensen. En dat valt ook meteen op. Kijk, meteen dood. Bam, Shelly liep naar me toe. Mors dood. Geen schrijfbakant. Dit is nog helemaal nergens op. Ik moest eigenlijk gewoon meteen naar onder rennen en gewoon Shelly op afstand houden. Dan had ik meer kans gehad. Maar vervolgens deed ik gewoon nog een potje Solo Showdown. En volgens mij ging dit potje al wel iets beter. Natuurlijk niet alle potjes gingen goed met Solo Showdown met Barley. Helemaal toen ik echt tegen echte mensen kwam. Want nu zat ik op een niveau dat ik zeg maar geen bots meer tegen me had. En dat merkte je echt meteen. Ja, toen wist ik niet dat het bots waren. Ik dacht gewoon dat het echte spelers waren en dat ik gewoon goed bezig was. Dat was niet het geval. Het waren gewoon bots. Want dat zie ik nu overduidelijk. Maar dit potje. Ik weet niet of dit alweer bots waren. Maar hierna doe ik trouwens een potje Knokbal. Dat was mijn eerste potje Knokbal volgens mij ooit. En dan zien jullie echt hoe erg Knokbal is veranderd. En ik ga ook nog Rico gebruiken. Dan zien jullie ook nog hoe anders Rico is. Maar volgens mij ging ik hier nu gewoon naar het midden lopen. Wat levensgevaarlijk is. Aangezien je natuurlijk mega veel knokkers hier kan hebben rondlopen. Maar check wat een krachtpunten hoor. Ik heb hier gewoon 10. En kijk, dit was dus het gevaarlijke. Er was gewoon een boel en een Shelly die daar rondliepen. Waardoor ik dus bam, bosh dood ging. Nu zou ik nooit meer daar zo naar het midden lopen. Het is gewoon veel te gevaarlijk. En jullie zien mijn trofeeën natuurlijk langzamerhand omhoog gaan. Ik had op dit moment 215 trofeeën. En ik kreeg ook trouwens vet moeilijk trofeeën erbij. Toen Brawl Stars net uitkwam, dan was het bijna onmogelijk om echt flink te pushen. Toen was het hele puntensysteem totaal anders dan wat het nu was. En trouwens, wat leuk is om te weten, mijn eerste potje Brawl Stars, wat jullie aan het begin hebben gezien, die heb ik ook gespeeld op de eerste dag dat het spel was gereleased. Dus op de allereerste dag was ik er al bij met Brawl Stars. Dat is toch wel geniaal. Maar hier speel ik trouwens met Rico. Hierna gaan we Knokbal kijken. Ik vergis me even. Maar Rico is een echt totaal andere knokker. Hij heette toen ook Rico Chat. Dus het was qua naam ook anders. Maar hij zag er ook zo anders uit. Ik vind die Rico van nu er wel echt vet veel beter uitzien. Kijk dan. Dit is toch bizar hoeveel verschil dat is. Maar hier gaan we volgens mij een potje knok... Oh nee. We gingen nu... Nee, geen potje knokbal. Nee, ik speel hier nog een potje Solo Showdown met Penny. En dit was mijn eerste potje met Penny ooit. Hierna is knokbal. Ik heb even gespiekt. Hierna gaan we kijken naar knokbal. Dus dat komt eraan. Maar dit was dus al mijn allereerste potje met Penny ooit. Ik had... geen idee hoe Penny speelde. Ik zat hier gewoon uit te testen hoe die werkte. En ik zag dus hier ook dat het, zeg maar, als je iets raakte, dat er daarna kanonnen of kogels meer uitkwamen. En ik deed ook zo weinig damage. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik Penny net had gekregen en hem gewoon nog level 1 had. Dit was nog de tijd dat ik niet al mijn knokkers maximaal level had. Yo, dat is nu ondertussen wel anders. Ja, dat is heel anders. Zou ik die Colt trouwens killen? Ik heb geen idee. Ik heb dit potje nog helemaal niet gekeken. Het zou wel nice zijn als ik die Colt weet te killen. Want die heeft wel wat meer krachtpunten als wat ik heb. Oeh. Al dat dus. Ik zet mijn super ook volledig verkeerd in. Ja, ik wist dus niet wat mijn super precies inhield. Maar ik zet hem gewoon, ik gooide hem gewoon naar die Colt. In plaats dat ik hem ergens opzij inzette. En ondertussen maakte hij mijn super ook gewoon meteen weer kapot. Maar ik doe best wel wat damage op de Colt. Het is niet dat ik vind niet dat ik super slecht speel. Hier begin ik het spel iets meer door te krijgen. Het is natuurlijk niet dat ik hier de beste speler ben. Maar op zich, voor mijn eerste potje met Penny. En ik speelde het spel hier net echt een paar dagen. Vind ik dat ik het toch nog best wel redelijk doe. Ik sta hier ook in de top 3. Ik ben nu wel echt benieuwd of ik dit potje ga winnen. Ik heb... Wat zit die Colt? Oh, die Colt... Wat? Ik mis gewoon 2 shots op die Colt. terwijl dat hij stilstaat. En dat zei ik trouwens net ook aan het begin. In het begin wist ik niet dat je kon auto-aimen. Ik richtte alles. Als ik daar gewoon had geauto-aim, had ik gewoon bam 2 keer kunnen raken. En dat is dus wel een probleem van mij aan het begin van Brawl Stars. Ik auto-aimde dus alles. Maar we zijn hier nog met 2 knokkers over. Ik ben benieuwd. Ja, nee, op deze manier ga je het niet winnen. Wat doe ik? Ah, joh, dit was echt heel slecht. Nou, we zijn uiteindelijk tweede geworden. Maar hier is eindelijk het moment. Het knokbalpotje. En misschien valt meteen al iets op. Het ziet er echt heel anders uit. Nu heb je een goal helemaal achter in het veld. Maar dat was heel anders. Want op het moment dat je dood ging in knokballen, op dit moment spawnde je achter het goal. Je had een goal midden in het veld. Je ziet het hier. Dus op het moment dat je dan dood ging, dat was echt een mega groot nadeel. Omdat je dan gewoon weer helemaal terug moest lopen. Op dit moment, zeg maar, als je doodgaat in knokbal, spawn je in het goal, waardoor je meteen het goal uit in kan lopen en waardoor je, zeg maar, nog best wel vaak een bal kan tegenhouden voordat die wordt gescoord. Maar dat was hier dus heel anders. En waardoor je, zeg maar, hier ook heel vaak super korte potjes had. We verloren hier trouwens ook dik. Dit was echt totaal kansloos, dit potje. Maar het was dus wel echt heel anders knokbal dan hoe het nu is. Vooral dat je achter het goal spawnde. Dat was echt bizar. Maar ik heb hier trouwens ook nog een leuk evenement. Want dit was toen Edelstenengraai. Dit was ook helemaal aan het begin. Dit was volgens mij eind december. Dit was een soort van kerstspecial. Toen hadden ze gewoon alle maps, hadden ze, zeg maar, een soort van ijsversie gemaakt. Dus, zeg maar, een soort van kerst ijs. Het zag er wel echt vet uit. Laat me weten in de comments wat jullie vinden van deze map. Trouwens, de map zelf is niet nieuw. Of in ieder geval, de map zelf wordt, zeg maar, nu nog steeds gebruikt. Als je af en toe Edelstenengraai speelt, heb je deze map nog steeds. Alleen dan met een andere layout. Zeg maar, de layout is alleen veranderd. En dat valt misschien sowieso nog wel op in sommige maps. En trouwens, mijn aiming. Oh, wat slecht, jongens. Oh, ik mis zo belachelijk veel. Dat slaat helemaal nergens op. Ik denk, oh, ik dacht, nou, ik ga wel dood door die moortjes, maar dat gebeurt niet eens. Maar dat is trouwens wel meer. In Solo Showdown ook, dan heb je bijvoorbeeld hoe ik hier die maps speelde. Dat waren dezelfde maps als die je nu hebt, alleen met een andere layout. Dus misschien is dat jullie al wel opgevallen. Maar ik had hier gewoon bijna een dubbelkill, dat was wel nice. En je ziet af en toe ook wel lek of zo, dat je een beetje de map ziet verdwijnen als het ware. Die mortis die had ik hier, dus dat is nice. En dan konden we hier gewoon al bijna aftellen. Ja, die Frank die speelde ook wel goed. Oké, nice, dan konden we hier gewoon aftellen. En dan hadden we dit potje waarschijnlijk gewonnen. Weet ik niet zeker. Ja, ik heb niet alles al gezien. Ik heb gewoon een paar potjes in de video gezet om erop te kunnen reageren. Maar ik wist niet precies welke potjes ik had gewonnen en welke niet. Maar we staan hier gewoon netjes in de bosjes te schuilen. En we winnen dan ook nog. Eigenlijk is dat helemaal niet slim. Als hij daar aan de super had gekregen, dan had hij gewoon super in kunnen zetten. Ons allebei kunnen killen en dan waren we mooi dood. Maar kijk, ondertussen had ik hier al 265 trofeeën met Penny. En dat was toen echt best wel veel, want toen kreeg je echt veel moeilijke trofeeën dus erbij dan wat je er nu bij krijgt. Dus dat is best wel ziek dat ik toen al Penny zo hoog had gekregen. Was dus mijn eerste knokkers die ik echt had gepusht. En dit wordt het laatste potje die ik aan jullie laat zien. Dit is nog een solo potje met de boel. Dit was volgens mij ook een van de eerste potjes dat ik met de boel speelde. En de boel is gewoon echt een beest knokker. Ja, dat was toen ook al het geval. En helemaal in deze map. Deze map is ook wel echt nice. Helemaal voor de boel. Aangezien je dan tegen noobs speelt die nog niet echt een idee hebben hoe je goed Brawl Stars moet spelen. Ja, dat weet ik zelf trouwens ook niet. Als je kijkt hoe ik hier bij die Rico loop, dat is ook levensgevaarlijk. Oh joh, ga gewoon naar het midden, dat is veel beter. Oké, nou dat doe ik gelukkig nu ook. Weet je, ik zit mezelf eigenlijk in te praten wat ik moet gaan doen. Maar ja, niet dat het nut heeft, want dat potje is al lang gespeeld. Zou ik die boel killen? Ik denk het wel. Oh lol, die boel was ook slecht hoor. Als hij nou gewoon naar links was gelopen, hij kon toch zien dat ik terugliep? Ja, had hij kunnen zien, maar waarschijnlijk deed hij daar niks mee. Trouwens, daaronder loopt nu, wie is dat? Ja, oké. Oh, die El Primo, ik had gewoon naartoe kunnen lopen. Dan had ik hem gewoon gekild. Oké, uiteindelijk heb ik hier toch nog even een goede keuze om die Colt dan te killen. Dat is wel nice. Oh, dan word ik best wel sterk. Maar wat je hier trouwens nog steeds ziet, is dat ik zelfs met de boel loop te richten. Ik had nog steeds niet door dat je kon auto-aimen. Dus ik zat de hele tijd te richten, waardoor ik ook vet veel shots niet goed raakte. Want af en toe zie je nu wel dat ik, zeg maar, dicht tegen iemand aan sta. En dat ik dan probeer een hit te doen. En dat ik hem dan gewoon mis. Dat is zo dom. Dat is zo dom. Kijk, bijvoorbeeld hier. Als ik gewoon had geauto-aimen, dan had ik veel grotere kans gehad om hem te killen. En daar op die manier heb ik, denk ik, in het begin vet veel potjes verloren in Brawl Stars. Al had ik vet veel meer potjes kunnen winnen, zeg maar. Die Rico, ik denk dat ik daar nu voor ga. Ja, inderdaad. Ja, je ziet mij nog steeds richten. En dat is echt zo dom met de boel. Met de boel moet je echt auto-aimen. Ik denk dat ik nu voor die andere Rico ga. Of ga ik voor El Primo? Ik ga voor El Primo. Zou ik hem killen? Oh, nee. Nee, wat? Wat voor super was dat nou weer? Wat? Ga ik nu dood? Oh, ik overleef dit nog maar net. Wat is dit slecht gespeeld? Oh, yo. Oké, maar ik ben benieuwd of ik die El Primo nog ga killen. Ga ik die El Primo killen? Oh, hij was daar gewoon. Ik loop er gewoon voorbij. Lol, dat was wel echt heel slecht. Wat gaat er nu gebeuren? Ga ik die El Primo killen? Oh nee joh, ik mis al mijn shots. Als ik had geauto-aimed, had ik hem zo makkelijk gekild. Oh, dit was echt heel slecht. Maar ja, op zich ook wel leuk om te zien hoe slecht ik toen was. En dan zie je wel een beetje de vooruitgang, want ondertussen ben ik wel iets beter. En trouwens, die potjes die jullie hebben gezien in deze video, die speelde ik ook gewoon op mijn mobiel. Dit was dus nog niet op mijn iPad. Ik heb later een iPad aangeschaft. Dus dan is het natuurlijk ook wat anders spelen. Maar dan is nog, dit was wel echt heel slecht. Maar dat was dit voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als jullie hebben genoten van deze video. En dan heb ik natuurlijk tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En dan mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En wat je natuurlijk lid van de Bouwzami. Let's go!